Lieve mensen, allereerst een heel gelukkig nieuwjaar en vooral een heel gelukkig Beethovenjaar. Want het is 2020 en dat betekent dat het 250 jaar geleden is dat Ludwig van Beethoven geboren werd. En dat moet gevierd worden natuurlijk. Gaan we doen op mijn social media kanalen, Facebook, Instagram en YouTube. Zorg dat je je subscribt om niets te missen, want de komende 52 weken ontvang je iedere week van mij een vlog, een post of een story. Jaar Beethoven dus in 52 posts. Waarom 52? Nou, als je het getal 250 omdraait, krijg je 52. Dat is precies het aantal weken dat we in een jaar hebben. Dus we kunnen het hele jaar 2020 vooruit. Gisteren was ik de gast bij 5 uur live op RTL 4. En samen met Caroline Tense en Patrick Martens hadden we het over Beethoven. Speelde ik ook een aantal muzikale fragmenten, waaronder Furelize. Wie was dan die Elise? Nou, dat gaat vanzelf de komende tijd wel aan bod komen. Want deze aflevering 1 wil ik graag beginnen met een van mijn favoriete pianostukken van Beethoven. De Waldstein-sonate. Pianosonate. Hij schreef er in totaal 32. En die heet Waldstein omdat het is opgedragen aan Ferdinand Ernst Gabriel, graaf von Waldstein. Dat was een aristocraat die in Bonn leefde, waar Beethoven geboren is. En Beethoven die droeg vaker stukken op aan adellijke mensen in de hoop dat hij daar dan geld voor zou krijgen. Nou, bij deze graaf ging hij wat geraffineerder te werk eigenlijk. Die graaf die organiseerde een mooi ballet. Beethoven componeerde daar de muziek voor, maar stond de graaf toe om te zeggen dat hij de muziek gecomponeerd had. Slimmigheidje van Beethoven, want hij wilde graag naar Wenen om bij Mozart te gaan studeren, maar dat ging niet door. Mozart was in 1791 overleden. Hij kwam terecht bij Haydn. Tussen die twee, Beethoven en Haydn, boterde het niet zo. Haydn was van de oude school. Beethoven die had een woest, ambitieus, jong karakter. En dat hoorde je ook terug in zijn muziek en dat vond Haydn eigenlijk maar niks. Beethoven ging dus mooi zijn eigen gang en daar werden hem ook de mogelijkheden toe geboden. Technische mogelijkheden ook. In 1803 ontving hij een nieuwe vleugel. Andere vleugel dan die nu voor mij staat, maar voor zijn tijd een state-of-the-art instrument. Mechanisch beter, maar ook qua aantal toetsen beter. Of in ieder geval meer toetsen dan de instrumenten tot die tijd hadden gehad. En dat benut Beethoven direct in deze 21ste pianosonate. Eigenlijk het begin al. Het begint heel zachtjes. Nou, daar moet de vleugel toe in staat zijn. En het begint heel laag. En meteen heel hoog. Dynamische range die je hier moet neerzetten in dit stuk. Zo begint hij al. En later in het stuk, in het derde deel, het stuk bestaat uit drie delen in totaal, doet hij helemaal iets bijzonders. Wat razend moeilijk is. Even zoeken waar het staat. Je kunt namelijk op een vleugel met één vinger een heleboel noten spelen. Als je er gewoon zo overheen gaat, dan heb je een glissando, zoals dat heet. Beethoven die benut die mogelijkheid in dit stuk. Maar dan op een veel ingewikkeldere manier dan met één vinger, maar namelijk met octaven. Dat doet hij aan het einde van het derde deel. Nou,
Nou, dat moet ik dus nog eventjes studeren. Maar het zit er allemaal in deze prachtige sonate. Zelf heeft hij zijn sonates nooit voor het publiek gespeeld. Maar gelukkig pianisten na hem wel. En als je het hele stuk nou wil horen, dan wil ik je graag een opname aanraden van Emil Gilis. Er is een YouTube-filmpje van hem waarin hij in een kerk in Duitsland speelt. En die uitvoering die is echt om door een ringetje te halen. Als je dat zo kan spelen live, dan ben je dat stuk echt helemaal meester. Tot zover aflevering 1 van de in totaal 52 posts die ik dit jaar voor je ga maken over Beethoven. Subscribe op Facebook, YouTube of Instagram om niks te missen. Daar vind je ook alle links naar de content waar ik in deze video naar verwijs. Vergeet ook niet de video te liken en met je vrienden te delen. Hè? Tot volgende week!